STV for life. Op de huishoudbeurs. Woo. Yeah. Dag mensen, we zijn hier vandaag bij de 72e editie van de huishoudbeurs. We gaan eens even een kijkje nemen wat er nu weer te beleven valt. En ja, we gaan jullie meenemen. Wat zijn jullie aan het eten? Bitterballen. Mevrouw, mag ik een patatje van u? Oh, je krijgt er maar twee. Ja, daarom. En ik wil graag zelf opeten, als je het niet erg vindt. Krijg je nou maar één frietje hier? Eentje? Heel erg, hè? Toch maar één. De bakjes zijn niet groter. Wat kut! Hallo jongen, wat wil jij zeggen? Het is hier leuk. Vooral veel proeven en ik heb net even gefietst. Heeft u niet al een lekkere worst thuis? Nee, heb ik niet. Nee? Nee. Nee? Oké, oké. Hij wel? Ja, hij wel. Geen worst te kopen? Nee. Nee? Ik heb thuis alle worst. Ja, die heeft u thuis al, hè? Dat dacht ik al. Ja. En wat is uw mooiste aankoop tot nu toe geweest? De huishoudbeurstas. De huishoudbeurstas, ja. Wat was de inhoud? Allemaal lekkere dingen. Ja? Pasta en wraps. Dus allemaal... Wraps. Oké, nou, lekker. Is die ook draagbaar? Dat weet ik niet. Ik kan ook mee lopen. Oh, je kunt hem ook overal mee naartoe nemen. Ook in de auto. Ja. Ja, het is gewoon een geweldig ding. Bent u van deze stand? Nee. Oh. Nou, u kan het wel goed verkopen. Ja. Allemaal kopen. Nou, doei. Was lekker. En wat bent u nu aan het eten? Ik ben een wafel met slagroom en chocoladesaus aan het nuttigen. Okay. Ben je er nog maar net? Nee, 6:10. 6:10, precies. Nou ja, ongeveer. Hoe voelt het nou om zo'n prachtige prinses te zijn? Beeldschoon. Ja? Ja. Voel je je altijd al een beetje mooi of is het nu wel echt? Af en toe. Ja, af en toe. Wat deden jullie net? Wat wij deden? Fotoshoot. Met wie? Met de boys next door. Wie zijn dat? Wie zijn de boys next door? Strippers. Strippers? Wat er... Hebben die net voor jou gestript? Die hebben net een show gehouden, ja. Ze allemaal mee naar huis nemen? Ja. Echt? Nu, meteen. In je trolley. Ja, in mijn trolley. Ja? Meteen. Nu door naar Christine Ledu. Oh ja, deze zijn we al geweest. Foto laten zien? Oh god. Geen foto. Jawel, laat foto. Ik wilde alleen even mijn verzameling laten zien. Het is wat veel. Mag ik het laten zien? Kijk eens jongens. Nou wauw. En spaar je die? Ik gebruik ze. Vanaf welke leeftijd spaar je die dan al? Van jongs af aan? Ik heb lekkere milk en chocolade gekocht. Lekker gaan eten, ja, ik zag het al. Hallo mevrouw, waar bent u mee bezig? Nergens. Koffer aan het inpakken. Even goedemiddag, u staat hier voor Invitalis uit Leidschendam. We hebben hier een chronische rugpatiënt. Gaat u maar even lekker naar achteren. Heb je dan ook toevallig die mannen gezien, die mannenshow? Ja, zijn wij ook geweest. Zijn die daar ook geweest? Ja. Oh, wij niet. Echt, daar baalde ik wel van, hè? Ja, ja, mijn zusje zelfs ook weer op het podium. Op het podium? Hoe dan? Gewoon met die mannen op het podium? Ja, ja. Wat moest ze dan doen? Alles erop en eraan. Oeh. Echt gewoon, ze kregen lapdance en alles. En hij kleedde zijn eigen helemaal uit en de handen in zijn broek. En, handen in de broek? Echt? Je hebt echt wat gemist, ja. Je wilde niet de lipjes. Nee. Want dat schuurt ook een beetje, denk ik, hè? Als je gaat zoenen. Nou, het zit gewoon vast, hoor. Het zit gewoon vast met lijm. Ja. Wil je nog een shout-out doen naar je vrienden en naar iedereen? Oké, ja. Oké, doe maar. Een shout-out. Dit was het alweer, de 72e editie van de huishoudbeurs. We hebben het echt top gehad gewoon. We hebben ons buikjes volgegeten en rond. Er waren niet alleen maar kortpittige kapsels, maar ook hele lieve mensen. En we gaan dus volgend jaar gewoon weer. Absoluut, check het op Studenten TV. Op Studenten TV.